Studio NOS. Toch nog overlevenden gevonden in het puin in Athene. De Nederlandse volleyballers stellen zwaar teleur op het Europees kampioenschap in Wenen. En de gebroeders Willemsen hebben bijna de wereldtitel zijspancross. Dames en heren, goedenavond. In Studio NOS is er ook nog een voorbeschouwing op de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. De wedstrijd die overmorgen in de Amsterdam Arena wordt gespeeld. De gebroeders Willemsen staan op het randje van hun eerste wereldtitel in de zijspan. En we geven een overzicht van de EK-kwalificatiewedstrijden die vanavond zijn gespeeld. Maar we beginnen met het Europees kampioenschap volleybal in Wenen. Van volleybal naar tennis, de US Open. Ik wil u graag beelden laten zien. Van Richard Krajicek tegen Yevgeny Kafelnikov. Die partij is zojuist pas begonnen in New York, want het heeft daar lange tijd geregend. Wou u op de hoogte van de tussenstanden. Het staat nu 1-0 voor Kafelnikov, net begonnen dus. En beelden kunt u pas te zien krijgen morgenochtend in het Sportjournaal. In het vrouwentoernooi rekent eigenlijk iedereen op een finale tussen Martina Hingis en Lindsay Davenport. Davenport speelde in de kwartfinale tegen de Française Mary Pierce. Over het algemeen tevreden met de stand 0-0. Polen dwingend in de aanval. Wanneer beide landen namelijk gelijk eindigen, dan telt het onderlinge resultaat. Marjan Wouters heeft hem voorlopig nodig als centrale verdediger. Met de combinatie winterverlaat is de trainer tot nog toe gematigd tevreden. Zowel Frank als Aaron moeten... Ziekers verloor hij er maar 4. Hij speelde 1 keer gelijk en 8 keer was hij de winnaar. En tot zover deze bijdrage van Rob Labré. Vrijdagavond in M2. De eerste echte topper in deze voetbalcompetitie. Ajax tegen Feyenoord in de Arena. Waar Feyenoord een paar weken geleden de Supercup won. Vrijdagavond, 11 uur. Een ruime samenvatting in M2 bij de NOS op TV2. Al jaren redden de gebroeders Willemsen uit Lochem in de wereldtop van de zijspancross. Maar nog nooit werden Daniel en Marcel wereldkampioen. En nu met nog 1 race te gaan en 26 punten voorsprong kan het eigenlijk niet meer misgaan. En dus kunnen de tweede opvolgers worden van Timmermans en Verhagen die in 1991 de wereldtitel veroverden. Michel Antonissen volgde een van de laatste trainingen van de broers. Hij heeft vroeger altijd zijspan gereden en we gingen altijd mee naar de wedstrijden. En op een gegeven moment het solo gebeuren, dat trekt ons niet. En dat is eigenlijk ons met de paplepel ingegoten. En waarom jij rijder en hij bakkenist? Dat is toegekomen dat ik toen, ik was 2 jaar ouder als Marcel. Ik had toen iets meer het besef van het gas en de koppeling. En zodoende is dat gekomen. En Marcel die vindt het ook veel mooier wat hij doet in de bak staan. We kunnen elkaar van alles zeggen en... Ik denk dat dat een heel stuk scheelt. Kijk, als ik een fout maak, en, of Daniel maakt een fout bijvoorbeeld, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Dan kun je elkaar tenminste verzoenlijk zeggen van, hé, dat doe je fout of dat doe je niet fout. En ik denk dat je toch een vreemde bent, dat je toch eerder je mond dicht houdt en zegt van, mooi, je deed wel goed vandaag. En ik denk dat we zo toch wel veel geleerd hebben. Het mooie van de zijspancross wat wij op het moment beoefenen, dat is toch wel eigenlijk de buitenlandse circuits, wat echt wel zo hard is als beton. Waar de snelheden veel hoger liggen als toch wel in Nederlandse zand. En springbulten, meters ver door de lucht vliegen, daar krijg je gewoon een kick van. En dat vinden we mooi. En het mooiste is, jullie kunnen ook wereldkampioen worden. Geeft dat ook een kick?
Ja, zeker. In al die jaren we nou rijden zijn we steeds een trapje hoger gekomen. En ja, we keken vroeger echt wel tegen die wereldtitel naar. Nou, dat is nog heel ver. En nu nou staan we bovenaan in het WK. We staan inmiddels 26 punten voor. En ja, we hoeven in principe alleen de aankomende wedstrijd in Zwitserland uit te rijden. En dan, dan zijn we eigenlijk dan zijn we wereldkampioen. Toen ik vroeger hoorde van August Müller of Rikus Lubbers. Ja, daar keek je er gewoon tegenop en denk van, dat zijn wereldkampioenen. Ja, en nou sta je er zelf tegenaan. Dus ja, voor ons is het gewoon eigenlijk een soort droom wat waar zou kunnen worden. Wat is het verschil met voorgaande jaren? Want jullie hebben een paar keer al tegen aangehikt, tegen het wereldkampioenschap. Maar elke keer ging het net mis. Onervarenheid? Misschien heeft dat ook een rol mee te spelen. Kijk, we zijn er natuurlijk jong. Sommigen wel eens hebben gezegd, we zijn een beetje baldadig. En die streken die gaan misschien langzaam uit en worden wat rustiger. We beginnen wat meer te rekenen op de motor. En ik denk dat het toch allemaal ook meespeelt. Plus, we zijn qua rijden toch een end gestegen. En ik denk dat het ook een hoop meespeelt. En als je gaat rekenen op die motor, is het dan nog net zo leuk dan als je er gewoon in vliegt? Ja. Het is natuurlijk het mooiste om voor het publiek te rijden. Dus echt gewoon spektakel te maken en gewoon de smaakmakers bij het publiek te zijn. Maar ja, jezelf telt ook. Je wilt toch een keer een prestatie halen eind van het jaar. De gebroeders Willemsen hebben het wereldkampioenschap vooral in het Oostblok beslist. Zo won het duo de Grand Prix van Letland, Estland en Oekraïne. De Letse wereldkampioenen Sertjes en Rasmanis kregen er dus op eigen bodem flink van langs. Dit tot teleurstelling van de fans in Letland. Ik vind dat toch wel mentaal een klap voor hem is geweest, denk ik. Ik weet het niet zeker, maar het zal toch niet fijn zijn. Ik zou het niet fijn vinden als hij in Nederland de Grand Prix elk jaar wint. Jullie hebben Sertjes Rasmanis op eigen bodem verslagen in Letland. Ja. En dat werd u ook niet echt in dank afgenomen door het publiek daar, hè? Nee, dat klopt. Die waren er niet echt blij mee dat wij daar hun kampioenen versloegen. Maar ja, er valt niks aan te doen. We willen gewoon het beste resultaat pakken. En, dat proberen we dan ook elke keer. En jullie werden met stenen bekogeld, of niet? Ja, dat klopt, ja. Stenen en flessen. Maar... Hoe was dat? Ja, natuurlijk. Maar dat kunnen de jongens natuurlijk, denk ik, tussen, vind ik, daar kunnen zij niks aan doen. Dat zijn een paar mensen die tussen al die duizenden mensen staan. Die verzieken het dan voor een ander. Maar dan kunnen hun dat niet kwalijk nemen. Jullie hebben altijd ook goed contact gehad met Sertjes Rasmanis. Hoe staat het nu? Nu blijkt dat jullie eigenlijk hen kunnen verslaan. Het contact, dat was inderdaad altijd goed. Kameraden, we kwamen bij elkaar thuis. Dat is afgelopen jaar toch wat minder geworden. We hebben begin van het jaar een aanvaring met elkaar gehad. En hij heeft daarbij zijn enkel gebroken. En dat is natuurlijk ook niet fijn. Maar ja, het gaat om het WK. En het is natuurlijk niet niks. Dit gaat gewoon op het scherpst van de snede. En we gaan er gewoon voor. Daniel en Marcel Willemsen moeten zondag in één match tenminste derde worden. Dan zijn ze wereldkampioen. Ook het Nederlandse duo Jansen en Jansen rijdt voor in het veld mee. Mochten zij derde liggen en de gebroeders Willemsen vierde, dan zouden de heren elkaar wel eens kunnen gaan matsen. Ik denk dat ze wel zo collegiaal zijn. Ik denk we kunnen goed met de gebroeders van Jansen om. En andersom zal het denk ik ook zo zijn. En als Nederlanders zijn, dus probeer elkaar toch te helpen. En ik denk dat je ze niet hoeft te vragen of iets. Ik denk dat zoiets uit zichzelf gebeurt. En ik hoop het. Dat zou een mooi gebaar zijn. Zou een heel mooi gebaar zijn, ja. Maar liever ben je het zelf natuurlijk. Ik wilde zeggen, liever ga ik de zondag naartoe en ik probeer liefst twee matches te winnen. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Daniel en Marcel. Aan de linkerkant ziet u de man met de baard zitten, dat is Frits Koek, meteoroloog. En daarna zit Mark Nederman, dat is een zeiler. En wat het een met het ander te maken heeft, dat wordt straks uitgelegd. Maar we hebben ook twee mannen die wereldkampioen zijn geworden in de motocross en de zijspannen. Dat zijn de broers Marcel en Daniel Willemsen. En ook zij komen straks uitgebreid aan bod. Maar allereerst de aandacht voor het voetbal, de mooie confrontatie, het prachtige affiche Nederland-Brazilië. Aanstaande zaterdag in de Amsterdam Arena. Braziliaanse elftal met alle grote verdetten naar Nederland gekomen.
En die bondscoach, die Luxemburgo, dat is een man die kan putten uit een gigantisch arsenaal van goede spelers. De heren Verdette arriveerden gisteren in Nederland. Ronaldo heel stiekem achterom, maar de rest was in ieder geval te zien. Maar vandaag op de training was iedereen erbij en Kees Jonkins was er voor ons bij. Bij het volgende onderwerp, want als we het over koersen hebben, dan heb je het toch heel vaak over wielrennen. En de sfeer in het Nederlandse kamp was natuurlijk voortreffelijk gisteren na het wederom behalen van de wereldtitel door Leontien van Morsel bij het tijdrijden. Vandaag de grote mannen aan de start, Erik Dekker en Bart Voskamp, voor onze duo Mart Smeets en Breukink. Michael Andersen. Het parcours zou ook beter voor mij zijn, wie weet. Goed om alles even te completeren. U hoorde de heren Smeets en Breukink. En ook in het interview Herbert Dijkstra met de man die achtste werd, Erik Dekker. Inmiddels aangeschoven, aangezeild Mark Neleman. En de man die alles weet van meteorologie. Mark is de zeiler en Frits Koek is de man die eigenlijk wordt toegevoegd aan de equipe voor Sydney. Vertel daar eens iets meer van als meteoroloog. Van de Olympische Spelen naar Boekelo, dat is een hele stap, want Boekelo staat eigenlijk synoniem voor de military. En de military is nou niet bepaald met het onderdeel cross country, een heel erg diervriendelijk onderdeel van de sport. Dit jaar zijn er maar liefst 5 doden gevallen en 5 ruiters die het leven lieten tijdens military wedstrijden. Boekelo staat weliswaar bekend als een paardvriendelijke wedstrijd, maar ja, wat heet paardvriendelijk? Zaterdag wordt er overigens een nieuw fenomeen gepresenteerd, u hoort het goed, de breekbalk. Echt waar. Een reportage van Bert Maalderink. Boekelo, vanochtend om 8:30. In de restauranttent zijn bijna alle ruiters die dit weekend aan de start komen bijeen om te luisteren naar... Misschien moet er wel een inspraakcommissie van de paarden komen. Die kunnen zeggen dat ze en niet in een klein hok willen. En ook niet over dit soort hindernissen om dan dit soort tuimelingen te maken. Maar goed, het is sport, het blijft sport. En er zullen heus weer veel mensen gaan kijken in Boekelo. Wielrennen dan maar weer. We hebben het gezien, Leontien van Morsel dus gisteren, goud bij het tijdrijden bij de vrouwen. Vandaag Erik Dekker met een uitstekende 8e plek achter de winnaar Jan Ulrich. 2 startbewijzen op deze discipline voor de Nederlandse mannen volgend jaar bij de Olympische Spelen in Sydney. En ja, dat geeft altijd een lekker gevoel in het Nederlands kamp. Mart Smeets sprak met Gerry Kneteman over dat gevoel en met name ook van wat de verwachtingen zijn voor de grote wedstrijd van aanstaande zondag. De koers op de weg van de profs bij de mannen dus. De tijdrit is verreden. Dat wil zeggen dat de helft van het werk van de bondscoach erop zit. En er is niks makkelijkers dan in Italië dan naar de togen staan en een formidabele cappuccino te drinken. Formidabelo. Dat hebben ze. Ja, fantastisch. Gerry Kneteman. Ja, dus Peppi en Kokkie daar. Mooi duo. Wij zitten gewoon met aqua minerale, zullen ze daar zeggen. Louis van Gaal en de journalistiek. Dat was een verhaal dat al in eerste instantie en de eerste hoofdstukken daarvan werd geschreven in het Nederlandse. Toen hij naar Spanje ging werd het allemaal nog moeilijker. De standhouding was niet meteen geweldig en is eigenlijk nog steeds niet optimaal. Zeker niet omdat Van Gaal ook nog een keer het trainingsveld afschutte met doeken, waardoor het van de buitenkant niet meer te bezichtigen was. Het laatste kwartier van de training mogen de Spaanse journalisten dan even kijken hoe er getraind wordt. Vandaag gingen echter de hekken voor ze open. Ze mochten een training meemaken onder leiding van de coach zelf, kijkt u maar. Maar, ach, we zijn pas aan het begin. Maar die verwachtingen worden steeds hoger. Die zijn al torenhoog, maar nu helemaal. Ja, maar dat begrijp ik niet. Met zo'n slechte trainer, hoe kan die verwachtingen dan zo hoog gespannen zijn? Een stukje zelfspot moet kunnen op een dag als vandaag? Nou, misschien wel. Van Gaal, lachend met de journalisten, mooi beeld. Barcelona draait dus goed. Heeft dat onder meer te danken aan de nieuwe term eigenlijk in de voetballerij en het nieuwe systeem, de roulerende selectie. Dat betekent zoveel als je hebt 20, 22 topspelers en dan speelt die, dan speelt die. Dat geldt dus ook voor de Nederlandse voetballers bij Barcelona en daar weet inmiddels dus ook Frank de Boer van. In het seizoen, dat heb ik al vaker gezegd, moet je heel veel geluk hebben. En ook geluk dat je je spelersgroep en niet geblesseerd raakt. En op dit moment zitten we even in een hoek van de verdedigers. In ieder geval waar klappen vallen. En, daar zal hij, het is natuurlijk zijn probleem. Daar zal hij een oplossing moeten voor vinden. Niet zoveel gerouleerd worden als ze op heden gedaan zijn. Kortom, Frank de Boer die mee rouleert. Twee mannen die niet gerouleerd hebben, alhoewel behoorlijk over de banen heen zijn gegaan her en der in de wereld. Zijn de mannen die hier zitten. 2 wereldkampioenen in de zijspankoers. 2 broertjes. De oudste ben jij, hè, Daniel? Ja, dat klopt. En jij bent de man die pedalen open draait of het gaspedaal... Dat klopt, ik ben de stuurman. Ja, ja. En jij mag in de bak zitten. 2 jaar jonger, Marcel. Hoe zwaar is het om in die bak te zitten? Nou, het is in ieder geval geen peulenschil. Dus
Je komt er heel goed bezweet vanaf, dus ik kan wel zeggen dat het talig pittig is. Hoe belangrijk is hij voor jou? Hij is net zo belangrijk als het rijden wat ik doe. Want zonder Marcel kan ik niet goed presteren. Hoe train je met elkaar? En hoe kan je elkaar überhaupt verstaan? Wij kunnen elkaar niet verstaan tijdens een wedstrijd. We moeten het hebben van dat we elkaar door en door kunnen. Maar hoe train je dat dan? Want ook als je aan het trainen bent is er zoveel lawaai. Hoe coachen jullie elkaar? Dat is gekomen door de loop der jaren. Dat de wedstrijden die we rijden. We rijden al 15 jaar samen. En daar hebben we het van. Jullie hebben door de box gerost met een motortje, als ik het zo hoor ongeveer. We zijn al heel jong begonnen, dat klopt wel. En hoe komt dat? Is dat met paplepel ingegoten? Ja, mijn vader heeft ook altijd gecrossed en van kleins af aan gingen we altijd mee naar de wedstrijden en zo is dat gekomen. En wanneer was het voor het eerst dat je illegaal gewoon op de grote weg reed in Nederland op een brommetje terwijl je nog geen 16 was? Vertel het eens, gooi het eens uit. Ik was toen toch wel 16. Nee. En ik denk niet dat mijn ouders dat toegestaan hadden dat ik dat is illegaal dat zo, deed. Zo zijn we wel. Nee, we waren gewoon. We waren wel op Wenders kwartier toen we klein waren. Dat is in principe wel illegaal, maar dat is op eigen terrein, dus dat mag wel. Jullie zijn wereldkampioen geworden door het winnen van wedstrijden, maar zeker ook door het winnen van een rechtszaak. Hè? Wat is daar nou precies gebeurd? Ja, een beetje een bittere nasmaak geeft dat. Dit jaar hebben wij alle wedstrijden goed gescoord. 6 van de 12 gewonnen? Ja, en alle pole positions in de tijdtraining. We hebben het wedstrijd laten zien dat we, dat we er gewoon echt voor geknokt hebben. Maar in de laatste wedstrijd zijn wij buiten de baan geraakt. En hebben we hulp gekregen van van iemand uit het publiek. Nou, we zien nu beelden van die wedstrijd in Tegerich, was dat, in Zwitserland. Hè? Jullie hebben hulp gekregen van mensen uit het publiek. Vertel daar eens wat mee. Die hebben geroepen van hupsee of die hebben jullie een setje gegeven toen ze gebeurd? Nou, we zijn in het lint gekomen. Van de afzetting van de baan? Ja, en officieel mag je geen hulp hebben van buitenstaanders. En we hebben er niet om gevraagd. We waren echt, echt zelf met de wedstrijd bezig. Probeer zelf weer los te komen. En er kwam iemand van achteren die we niet hebben aan kunnen zien komen. En die heeft ons geholpen. En het was een Nederlander? Het was achteraan wel een Nederlander, maar ik weet niet verder niet wie het is. Maar stel nou dat je die race niet wint, dus dat je vast blijft zitten daarin. Had jullie wereldtitel op de tocht gestaan? Ik weet niet. Ik denk wel dat we weer een heel eind naar voren hadden kunnen komen. Maar er was ook nog een tweede mars geweest. En, die hadden jullie nu niet meer nodig, hè? Die hadden we nu gelukkig niet meer nodig. Maar kijk, dan had je de tweede mars misschien ook nog de titel binnen kunnen halen. Ja. Het zijn twee letten die jullie het wilde beletten, geloof ik zo'n beetje. Dat waren jullie zware concurrenten, hè? Dat klopt. Ja, vorig jaar en het jaar daarvoor zijn zij wereldkampioen geworden, 2 jaar achtereen. En dit jaar stonden zij dus, zijn ze 2 geworden in het WK. En zij hebben dus het protest ingediend om toch maar die wereldtitel binnen te halen. Hoe hard zijn en hoe vaak zijn jullie nou bezig met trainen, bijvoorbeeld? Nou, en met de motorsport totaal zijn we eigenlijk hele dagen bezig. Want, maar verder doen jullie niks? Wij werken dan allebei erbij. Maar het is toch bijna iedere avond dat je mee bezig bent. Overdag wordt er wel gewoon gewerkt? Er wordt overdag wel gewerkt, maar het gesprekstof is overdag zelfs ook nog. En sta je dan ook zo, want ik zie nu wat beelden van jou in het bakkie, maar dat is niet te geloven wat je er allemaal meemaakt. Want we hebben dus een cameraman in de bak gehad en dan krijg je dit soort tafereelen. Beschrijf eens wat je allemaal moet doen. Het is het zoeken van de balans steeds. Ja, dat klopt. Zoals Daniel, die gaat af en toe de linkerbocht door en dan moet je proberen ook naar de linkerkant van de motor te gaan. En dus hier ga je nou naar de springbeeld toe en dan moet je zorgen dat het zijspan egaal blijft eigenlijk. En, want als jij verkeerd gaat staan, flikkeren jullie om, hè, denk ik? Dan gaan we over de kop en dat is niet de bedoeling. We proberen zo lang mogelijk te blijven rijden in principe en niet over de kop te gaan. Dat gebeurt wel eens, neem ik aan? Nou, het komt wel eens voor, maar we zijn zo goed op elkaar ingespeeld dat het eigenlijk door onszelf bijna niet meer gebeurt. Maar als het gebeurt, denk ik dat jij als jongere broertje altijd de schuld krijgt. Daar valt mee. Ik bedoel, we hebben allebei dezelfde inspraak en het voordeel is dat we broers zijn. Dus we kunnen elkaar wat meer zeggen. Dus, dat kan ook wel eens een nadeel zijn, toch? Of niet? Hebben jullie nooit ruzie met elkaar? Jazeker wel. Maar ik denk dat het ook wel, goed is dat je elkaar af en toe echt de waarheid kunt zeggen. En dat heeft zijn vruchten wel afgeworpen.
Jullie winnen overigens de twee mannetjes in Letland. Dat moest natuurlijk het allerleukste zijn geweest. Maar het allerleukste was natuurlijk om in Varsseveld te winnen. Ja, dat klopt. De Grand Prix in Holland. Ja, hun wilden natuurlijk ook verschrikkelijk graag ons verslaan in ons eigen land. Zoals wij dat bij hun hebben gedaan. En ja, ze hebben ook ongetwijfeld alles geprobeerd om ons in te halen. Maar ja, het is gelukt en het is prachtig om voor je eigen publiek twee maal te winnen. Wat voor blessures kan jij krijgen als rijder? Eigenlijk, ja, wat blessures kun je krijgen? Dat kan van uiteenlopend zijn. Ligt eraan wat voor valpartijen meemaken. Ik kan me ook voorstellen dat je polsen toch de hele tijd tikken kunnen krijgen. Ja, dat klopt. Ogen. Daar heb ik ook wel eens last van, maar in de wintermaanden is het crossgebeuren wat rustiger en dan hebben we tijd om te herstellen. Ja, want jij hebt een hartstikke lekkere knieën. Ja, dat voelt soms wel eens goed aan, ja. Maar, wat mis je in je knieën? Ja, meerdere spieren en elementen, maar kruisbanden? Onder andere, maar door goed te trainen, train zulke spieren dat je knie gewoon weer echt sterk wordt. En dat komt allemaal door de sport? Nou, allemaal door de sport, ja, in principe wel, maar ja, ook door een foutje. Een keer om een rechtstuk een keer over de kop gegaan en dan met een gestrekt been terechtgekomen. Volgend jaar prolongatie van de titel? We gaan allicht wel proberen, ja. Van de winter goed proberen alles voor te bereiden voor het volgende seizoen en dan proberen die wereldtitel vast te houden. Goed, we zullen jullie volgen. En wij maar roepen dat de middeltraining ongezonde sport is. Hij mist alles in zijn knieën en hij heeft ze nu dan ook blessures. Nou goed, kortom, sport is gezond. Jongens, ontzettend veel succes en bedankt. Ik bedank u ook voor het kijken en ik bedank natuurlijk ook de andere gasten die we eerder aan tafel hadden over het zeilen, de heren Nelenman en Koek. Nogmaals gezegd, dus bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er weer. Overigens, de NOS wat sport betreft is om 9:45 direct op Nederland 3 met het Sportjournaal en dan om 11:00 op dit net met Studio NOS. Maar volgende week ben ik niet alleen. Hij neemt een pak cappuccino mee, heeft hij beloofd. Dan is Marty ook weer. En zijn we er dus met de woensdagse Studiosportuitzending. Tot dan. Dag. KPN Telecom, supporter van Studiosport. Nederlandse sportredacties. Alle sportredacties worden verzocht een lijstje in te dienen. En uiteindelijk uit de genomineerden gaan de sporters zelf de beste kiezen. En dus kom je dan op de sportploeg van het jaar met 5 kandidaten. Kandidaat nummer 1, Feyenoord. Voor de 14e keer landskampioen en voor het bereiken van de tweede ronde van de Champions League. Kandidaat nummer 2, Daniel en Marcel Willemsen. Zij werden wereldkampioen zijspancross. Kandidaat nummer 3. Het Nederlands vrouwenhockeyteam, Europees kampioen en tweede bij het toernooi om de Champions Trophy. Kandidaat nummer 4, het zwemkwartet. Europees kampioen, 400 meter vrije slag, Kenkhuis, Veens van de Hogeband en Wouda. Kandidaat nummer 5, het Nederlands honkbalteam, Europees kampioen en daarmee plaatsing voor de Olympische Spelen in Sydney. We hebben een vrouw uitgenodigd. Een speciale vrouw om de sportploeg van het jaar direct bekend te maken. Dat is deze vrouw. En de beste sportploeg van het jaar 1999 is de mannen zwemploeg. Oh, wat heerlijk! De mannenzwemploeg. Kom maar naar voren, jongens. Mark Veens, Johan Kenkhuis, Marcel Wouda en Pieter van de Hogeband, de 4x100 meter vrij. Daniel en Marcel Willemsen uit Lochem maakt moeilijke tijden door. Vorig jaar konden ze hun geluk niet op toen ze wereldkampioen zijspancross werden. Heel Lochem liep uit om de jongens te huldigen. Maar 6 weken geleden sloeg het noodlot toe. De broers crashten tijdens een training in Italië. Daniel brak zijn sleutelbeen, maar Marcel was er slechter aan toe. Door een incomplete dwarslesie is hij gedeeltelijk verlamd. Een moeilijke tijd van revalideren is begonnen. De nieuwe
nieuwe zijspan staat alweer in de stijgers. Daniel heeft samen met zijn broer besloten dat Daniel alleen doorgaat met een nieuwe bakkenist. Marcel wil niet te ver vooruit kijken. Hij leeft door de week in een revalidatiecentrum waar hij hard werkt om weer zonder krukken te kunnen lopen. In het begin was het heel erg, vond ik het heel erg moeilijk om überhaupt weer met sport bezig te gaan. Want ik had zelf zoiets van, ik heb geen zin meer, het hoeft voor mij ook niet meer. We hebben gehaald wat we halen konden, het maximale. We zijn vorig jaar wereldkampioen geworden. En ik vond het eigenlijk wel welletjes. Maar Marcel die heeft mij eigenlijk toch wel zoveel weten te stimuleren. En ja, daarmee eigenlijk te helpen om weer de draad weer op te pakken. Want zoals hij het zegt, het is, en dat is ook wel waar, hij heeft er niks aan als ik ook thuis ga zitten. 2 jaar geleden liepen ze de titel net mis, maar vorig jaar werden ze toch wereldkampioen. Daniel op de motor en Marcel in de bak. Hun stadsgenoten uit Lochem waren dol enthousiast. Kosten ze al samen en 6 weken geleden kwam daar een einde aan. Tijdens een trainingsrondje sloegen de jongens over de kop. Ik werd wakker in het ziekenhuis. Ik had schijnbaar op de cross gelijk al gezegd dat ik mijn rug gebroken had en dat ik mijn linkerbeen sowieso niet kon bewegen. Ik lag in het ziekenhuis in Italië. En ja, toen ben ik eigenlijk toch achter gekomen dat mijn linkerbeen het helemaal niet deed. Helemaal niks. Mijn rechterbeen was gewoon een functie, gewoon veel slechter. Ik heb eigenlijk een dwarslezing vanaf de 6e en 7e borstwervel. Daar op midden van de rug ongeveer naar beneden toe. Het is een incomplete dwarslezing. Dat houdt in dus dat mijn linkerbeen niet goed functioneert. Mijn rechterbeen is heel goed teruggekomen. En daardoor kan ik nu ook een beetje lopen. En ik hoop dat links ook nog terugkomt. Marcel maakt moeilijke tijden door, maar hij blijft opgewekt. Sinds het ongeluk is hij enorm vooruit gegaan. Met krukken kan hij al een paar 100 meter lopen. Het gaat wel een stuk beter met je. Nog niet zoals ik wil. Natuurlijk, je wil gewoon liefst weer de oude zijn. Maar ik ben in ieder geval de rolstoel praktisch vaarwel gezegd. Ik hoop nog meer vooruitgang te boeken. Dat ik straks ook zonder krukken kan lopen en dat ik op een normale manier door het leven kan. Marcel wil in de zijspancross blijven, maar speculeren over een eventuele terugkomst, dat durft hij niet. Ik wil sowieso niet nadenken of ik ooit weer in de bak terechtkom. Ik hoop het wel natuurlijk, aan de ene kant. Maar ik probeer eens een verzoend leven te kunnen leiden. Dat is gewoon het belangrijkste momenteel. Dus ik heb nog maar 1 ding en dat is gewoon revalideren. Een grote dag voor de skatewing en de... Ze willen structureel 7% meer loon. In het afgelopen jaar is in meerdere sectoren voor zo'n loonsverhoging gestaakt. Juist vandaag. Ze willen een beter salaris, maar dat is niet het belangrijkste. Lange termijn, nou, dat het gewoon niks meer voorstelt. Dat kinderen geen goede basis meer meekrijgen voor de toekomst. Dat iedereen van de straat geplukt kan worden om voor andermans kinderen te gaan zorgen. Brian. Het Letse duo Sergis Rasmanis is leider in de tussenstand voor het wereldkampioenschap. Er is eigenlijk maar 1 ploeg die in hun buurt kan blijven. En dat is de ploeg van Daniel Willems en Alfons Eggers. Alfons Eggers die terug is in de race nadat hij 2 Grand Prix moet laten lopen vanwege een blessure. En toen stond de oude partner van Willemsen, Sven Verbrugge, in het bakje. Sergis Rasmanis als eerste de bocht in met daar vlak naast Daniel Willemsen en de Belg Alfons Eggers. Maar al gauw wordt er afstand genomen door de Letten die mogelijk op weg zijn naar een 5e wereldtitel. Daar Daniel Willemsen en vlak daarachter met de nummer 16. Heel verrassend Marcel en Clemens Grondman. En daarachter Wilfred van Werven met zijn Belgische partner Elie Picard. Dat zijn de koplopers. En deze koplopers zijn het hele seizoen ongenaakbaar op 1 manche na de eerste Grand Prix in het Nederlandse Oldenbroek. Tweede dus, dat zag u. Daniel Willemsen en daarachter Grondman. En zij zijn echt de te kloppen ploeg. Weten hoe goed ze zijn. En dan dit moment waarop het lijkt alsof Daniel Willemsen stilstaat. Hij wordt gepasseerd door de Zweedse bak van Söderqvist Silvan. En ook de beide grondmannetjes gaan voorbij.
Grondman, die alleen nog de Nederlandse crosses rijdt, ongetraind is, maar hier geweldig aanwezig is. Söderqvist dus nu op de tweede plaats. Daarachter Grondman. En daar zien we hoe Daniel Willemsen het opgeeft. Dat kost hem veel punten voor het WK. Daar zal hij niet blij mee zijn. Altijd pech. Eerst met zijn broer Marcel. Vorig jaar met Sven Verbrugge. Een combinatie die niet ideaal liep. En nu met Alfons Eggers. Ja, hij ligt dan weliswaar dikke 35 punten voor op de nummer 3, Beaumont en Van der Wiel. Maar dit is natuurlijk niet de bedoeling. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Fons, je moest terugkomen van een blessure. Nu hebben we 4 weken stilgelegen en alsnog hebben we afgelopen dagen getraind. En toen ging het goed. En gisteren heeft hij zich geblesseerd met de knie. En we hebben zoveel mogelijk rust gehouden. Ja, vandaag zijn we niet verder gekomen als een aantal ronden in de eerste maand. Söderqvist en Silvan trokken zich daar niets van aan. Die namen prettig die tweede plaats aan terwijl hij staat te balen. De laatste meters dan van de beide Letten die zeker op weg zijn naar een 5e wereldtitel. Een resultaat wat nooit eerder geboekt werd. Ook erg goed van Söderqvist en Silvan die de tweede plaats hebben. Maar het meest verrassend is wel deze Marcel en Clemens Grondman uit Twente die op een 3e plek liggen. Hier het afvlaggen van de enige echte profs in het gezelschap, Sergis en Rasmanis. Op ruime afstand voor Söderqvist en Silvan. Maar dat zijn ook jongens die altijd meedoen in de alle grote wedstrijden. De grote verrassing eer de eerste manche, dat zijn Marcel en Clemens Grondman. Ongetraind verschenen zij, maar wat een techniek. Natuurlijk, ze zijn keikapot aan het eind, dat wel. Maar zien we Willemsen nog terug straks in de tweede manche? Ik denk het wel. Het is afhankelijk van Alfons, maar ik zal zeker willen starten. Maar alleen gaat het niet? Alleen gaat het niet, nee. Inderdaad, je moet met z'n tweeën finishen. Dus ja, je moet met z'n tweeën doen, dat klopt. En ik hoop dat hij nog wil starten en dat het, dat het meevalt. En wie komt daar de tunnel uit? Jawel, Daniel Willemsen. Dat betekent dus dat het in orde moet zijn met Eggers. En dat betekent dat hij waarschijnlijk een injectie gekregen heeft om de pijn weg te duwen. Hij zit er ook niet echt lekker uit. Maar starten dat doen ze. In deze tweede manche, waarbij we natuurlijk heel benieuwd zijn of het weer de beide Letten zijn die de pole position waarmaken. En ja hoor, ze denderen als eerst op de bocht af. Willemsen zit daar op 3e, 4e plek. En een geweldige valpartij waarbij onder andere de Zweden Söderqvist en Silvan betrokken zijn. Söderqvist staat op, maar met Tobias Silvan is het slecht. Hij zal eerst naar het rennerskwartier gebracht worden, maar later gaat hij toch voor onderzoek naar het ziekenhuis. Klaar dus deze race voor Söderqvist en zijn partner. En geen punten dus. Maar daar trekt men zich voorin weinig van aan. Sergis en Rasmanis nemen onmiddellijk weer een straatlengte voorsprong op de volgers. Met op de tweede plaats Beaumont van der Wiel, de Nederlander. Dan de grondmannen en daarachter Willemsen en Eggers. Sergis en Rasmanis zijn niet meer te bedreigen. Het gaat er slechts om of Willemsen een goede klassering haalt. Hij rijdt hier op een 3e plek en heeft dus alle kans om in de punten te blijven. Uiteindelijk winnen onbedreigd Sergis en Rasmanis. Sinds 1990 maken zij de dienst uit. Eenmaal slechts in 1999 gingen de broers Willemsen als eerst over de finish. Daar op de tweede plaats Daniel Willemsen. Duimpje gaat omhoog, daar is hij blij mee. En als 3e de beide grondmannen die in het dagklassement zelfs als 2e eindigen. Willemsen is blij, hij houdt de 2e plaats in de tussenstand voor het WK. En hij is blij met zijn opmerkelijke comeback in de 2e manche. En met de mededeling dat Max van Heeswijk de 2e etappe in de route...